Ik heb hier bij mij mijn eigen Sint-Antonius. En die Antonius ik heb gekregen van mijn meter, mijn Marijneke. En mijn meter had een heel speciale plaats in mijn hart. Ze waren maar met twee kleinkinderen, mijn broer en ik. En voor mijn meter waren wij ook alles. Hij zat in Antonius op haar schouw staan. En ik keek er veel naar. En mijn meter was ook een gelovig mens. Maar ze was ook een heel speciale. Ik zie mijn meter voor mij, rokend met groene Michels, ze waren sigaretten, met zijn snuifdoos, snuiven. Dat je er een neus en haar zakdoeken zwart zagen, s'morgens steenvast een poederke van de man. En als mijn vader binnenkwam en hij rookte een sigaar, was dat, kom laat me lekker trekken. En zo, zo heb ik altijd in herinnering mijn meter, maar ook met dat beeld hier, omdat ik dat nog van haar gekregen had. En vroeger zei ik altijd, Marijn, dat krijg ik toch van u, hè? En ze zei, ja, jij krijgt dat later van mij. Dat is een stuk voor u. En als we dan in het begin getrouwd waren, dan zeg ik altijd, ik zeg, ja, voor op mijn schouw, dat zou toch mooi passen in de Sint-Antonius, voor op mijn schouw. Ze zei altijd, niet later ga dat hem krijgen. En op een keer was hij bezig met stof af te doen en ze zei, je moet er toch zorg voor dragen dat je hem later niet breekt, want dat is een stuk van mij dat ik zelf gekregen heb. Ik weet niet meer van wie dat had gekregen, maar ze had dat zelf gekregen. En ze hield daar ook heel vast aan. Ik had haar altijd gezegd, ja, ik ga er heel veel zorg van dragen. En op een keer zei ze tegen mij, zie, als ik nu iets anders had voor op mijn schouw te zetten, dan zou ik u die Sint-Antonius nu al geven. En ik ben dan dezelfde dag nog naar de winkel geweest en ik heb haar er een vaas gekocht. En ik ben dan bij haar gekomen en gezegd, Marijn, kijk, je krijgt van mij die baas, maar dan krijg ik toch uw Sint-Antonius. En dan zei ze, ja, ik heb het u beloofd, je krijgt het. En ze wist hoe lang dat ze leefde, zag ze dat dat bij mij, bij ons op de schouw stond. En ze wist wel dat ik er heel zorg voor draag. En nu is mijn grootste wens dat een van mijn kleinkinderen later zal zeggen, kijk, boeman Marijn, beter, krijg ik die Antonius. Niet allemaal, want ik kan hem niet in zes stukken doen, maar toch één. En dat ik dan weet, die ene die het gaat vragen, of gaat zeggen, dat ik dan weet, ja kijk, je moet niet op je schouw zitten, je moet niet daar of daar zitten, maar zet het toch op een plaatsje, waar dat je dan aan mij en ik er kunt denken, als je maar één, als je oma. Ik heb dat nog gekocht in Nienhoven, in een winkel. Ik heb dat zien staan. Vreemde mannen die in de winkel openden en dat stond er. En hij vraagt hoeveel kost dat? En ze hebben direct gezegd, zoveel. Ze zeiden, het is goed, ik kan direct mee. Maar ik zocht er al een hele tijd achter, hè? Achter zo'n grammofoon. En daar heb ik het gevonden. Dat staat hier magnifiek, hè? Hier voor die venster. Het is veel werk aan, hè? Als je dat wilt onderhouden, dat koper, dat is het een en het ander, voor dat te kuisken. Mijn vroegste blonk dat gelijk een spiegel, maar nu is dat veel minder dat ik dat kruis kan. En met die posturen bij, dat stond in de winkel ook zo, juist voor het raam. Dat was een brocanterie en dat stond daar ook juist voor het raam. En dat was, dat sprong in toe. Want de hele oude grammofoons is zonder oren, hè. De eerste, dat was juist een bak, hè, met zo'n klein dingetje. En dat was zonder oren. Hè. Dat hebben ze begonnen bij bij te zetten, hè, voor de klank luider te krijgen. Want anders, hè, dat is mijn ressort dat je moet opdraaien. En dat die ressort altijd gespannen staat, om duur heet niet meer en draait de dingen niet meer. Hè. En mee laten we op tijd een keer afspelen en dan is het volledig weer los. Hè. En we beginnen met spelen en doen een zeker toerental. En kijk, hè. Het verrappen van.